We staan hier voor de Jumbo supermarkt in Zwaagdijk en dat is niet zonder reden. Sinds kort kun je hier namelijk 100% composteerbare draagtassen krijgen om je boodschappen in te doen. Dat houdt in dat je de tas na gebruik zo in de groene bak zou kunnen gooien. Daarnaast worden de groenten en het fruit anders verpakt, namelijk zonder plastic. Interessant en daar willen we graag meer over weten. Ja, ik kan zeker meer vertellen over de nieuwe verpakkingen. Deze die zijn, zoals je ziet, van papier gemaakt. Dus ja. Die kunnen gewoon, naarmate je de appels op je schaal hebt leggen, kan je ze gewoon bij het oud papier afvoeren. En zo gaan we natuurlijk toch een stuk afval tegen. Als Jumbo zijnde. Want voorheen zaten het wel op kartonnen schaaltjes, maar zat er ook nog weer plastic overheen. En dat is natuurlijk compleet overbodig. En mijn missie is, ik wil de wereld mooier achterlaten dan dat ik haar heb aangetroffen. Want de groene toekomst vind je belangrijk? Ja, zeker vind ik. Ik vind een groene toekomst belangrijk. Maar ik vind het vooral heel belangrijk dat wij als mensen weer leren om met elkaar verbinding te maken. Zodat wij weer allemaal gaan leven vanuit ons talent. En dat zit meer in een circulaire gedachte als echt een groene toekomst. Maar uiteindelijk vallen al die elementen daaronder. Ik heb ook iets gelezen over circulair ondernemen. Wat is dat? Voor mij is circulair ondernemen gaat voor mij verder als de zonnepanelen en de elektrische auto's. Want zelf zeg ik altijd, weet je, dat kan je afkopen. Maar voor mij circulair ondernemen is dat iedereen vanuit zijn of haar talent een bijdrage levert aan een project. Zodat je veel meer in samenwerking met andere bedrijven het verschil kan maken. Ja. Want je hebt ook een stichting. Kun je daar meer over vertellen? Ja, natuurlijk kan ik daar meer over vertellen. Mijn stichting heet J-Link en dat betekent het linken tussen mensen, producten en de samenleving. En wij hebben nu zo'n 60 ondernemers aangesloten aan de kop van Noord-Holland. En dat is van grote internationale bedrijven, sterke merken, hoop MKB en ook ZZP'ers. Oké, en jullie hebben ook nieuwe draagtassen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, gewoon in principe een tas waar je gewoon je boodschappen in mee kan nemen en klaar. Maar wat is het unieke van deze nieuwe draagtassen? Deze kan je gewoon diverse malen gebruiken. En als je denkt, nou, hij wordt wat sleets. Normaal een plastic tasje keep je dan bij het plastic. En deze die kan je vullen met je aardappelgroenten en fruitresten. En kan gewoon de composthoop in. Dus ook gewoon de groene container in. Dus zo verminderen we weer een klein stukje afval. Oké, en denk je dat meer supermarkten jullie hierin gaan volgen? Nou, dat hoop ik wel. Die tasjes is een initiatief wat ik samen met collega's uit Alkmaar heb gedaan. Jumbo-collega's en de Stichting Schone Noord-Holland. Want ook dat is een circulaire gedachte. Want niet alleen die tasjes is leuk. Maar met Stichting Schone Noord-Holland die zich inzetten om minder zwerfafval in Noord-Holland te krijgen. Doen wij ook weer zwerfafvalraapdagen. En zo maak je door ja, eigenlijk die verbinding te maken met diverse bedrijven. Maar ook met kinderdagverblijven. Zorg je nou ja, dat je echt probleemoplossend bezig ben. En niet alleen Monique is blij met de nieuwe tassen en nieuwe verpakkingen, maar ook de klanten zijn erover te spreken. U heeft net een nieuwe draagtas gezien. Wat vindt u daarvan? Klopt. Ik vind het een ontzettend goed initiatief, want ik ben zelf ook steeds op zoek om hoe kun je zoveel mogelijk het plastic gebruik tegengaan. En ik begreep inderdaad van Monique, het lijkt alsof het een plastic tas is, maar hij is composteerbaar, dus kan eventueel ook in de groene bak. Ja, ik ben hier ontzettend blij mee. Ik vind het echt een ontzettend goed initiatief. Als u deze tas ziet, wat denkt u dan? Aan boodschappen, aan de Jumbo, aan het milieu. Ook aan het milieu, waarom? Zeker plastic. Slecht voor het milieu. Precies, is dat zo? Is deze tas slecht voor het milieu? Nou, deze tas niet, want dit is een tas die kan gewoon op een gegeven moment in de groene bak. Want die is gewoon composteerbaar. En dat is ook waarom wij deze tas gedaan hebben. Dat is een initiatief van onze twee Jumbo Monique winkels, maar ook Jumbo Alkmaar doet daaraan mee met 4 winkels. Dat doen wij in combinatie met Stichting Schone Noord-Holland. Omdat wij geloven dat we met inzet van elkaar, dat we die wereld mooier kunnen maken. Dus deze tas die kan je kopen, die gaat gewoon mee totdat je denkt van nou, dit is het niet meer. En dan doe je hem in je composteerbak en dan gooi je afval erin en dan kun je het zo terug naar Moerade. Super. Ja. En wat denkt u nu als u deze tas ziet? Ta-da-da-da. Ik neem hem. Ja? Nou, ja. Je krijgt deze van mij. Nou, dankjewel. Zo ben ik dan ook weer. Maar wat opvalt is dat niet alle groenten
in kartonnen verpakkingen zit. Hoe kan dat? Nou, dat klopt inderdaad. Er zitten diverse producten nog in plastic. En wat ik altijd een heel mooi voorbeeld vind, dat de broccoli, die halen wij hier in Zwaagdijk van het dorp bij Verdonk vandaan. En ik heb op een gegeven moment een keertje met Sabine van den Berg van Verdonk Broccoli gebeld en gevraagd van, hey Sabine, kan het ook zonder plastic geleverd worden? Ze zegt, ja Monique, dat kan wel, maar dan is het na 2 dagen, kan je het weggooien, want die broccoli is verlept. Hoe duurzaam is dat? En toen dacht ik, ja, ik denk, er zitten altijd 2 kanten aan het verhaal. Hè. De ene keer dan heb je inderdaad plastic. Maar als dat goed gerecycled wordt, is dat weer duurzamer als dat je die groenten zonder plastic koopt. Want dan is het na 2 dagen gewoon verlept. Is er ook een toekomst voor biologisch verpakt plastic? Ja, zeker weten. Weet je, de markt is natuurlijk volop in ontwikkeling. Dat is ook de vraag van de consument. En uiteindelijk gaat de markt daarop ageren. Dus als hoe harder consumenten erover blijven roepen, des te eerder de kans komen dat de markt erop ingaat. Ik weet, hè, als je dan Verdonk Broccoli weer even pakt, die zijn bezig geweest. Maar dat bioplastic was groen. Ja, dan gaat je product komt weer niet volledig uit. Dus zo zie je dat alle uitdagingen hebben vele kansen. En uiteindelijk gaan we er naartoe werken dat het er komt. Maar soms kosten dingen gewoon tijd. Ja.